50 miljoen jaar geleden zaten er extreem hoge concentraties CO2 in de lucht. Vergelijkbaar met toekomstige concentraties, als we tenminste niets doen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Het zeewater op Antarctica was in die periode boven de 30 graden. Dat betekent dat het met veel CO2 in de atmosfeer, vooral de Zuidpool, veel warmer kan worden dan we tot nu toe dachten. En dat betekent dat we onze prognoses voor de toekomst zullen moeten aanpassen. Want die zijn gebaseerd op lagere temperaturen? Die zijn gebaseerd op onze huidige kennis van het klimaat. En daarmee kunnen we niet verklaren waarom het op de Zuidpool zo warm was. De resultaten van het onderzoek kunnen dus grote gevolgen hebben voor de verwachte klimaatveranderingen in de toekomst. Tot nu toe gingen klimatologen ervan uit dat de temperatuur deze eeuw gemiddeld 1 tot 6 graden stijgt. Maar die prognoses blijken nu gebaseerd op verouderde rekenmethodes, waarin deze nieuwe kennis over de temperaturen 50 miljoen jaar geleden niet is meegenomen. En hoe hoger de temperaturen, hoe hoger de zeespiegel. Je kunt zich voorstellen omdat er nu heel veel ijs op Antarctica ligt. En als dat gaat smelten, dan zal de zeespiegel inderdaad stijgen. Dus hoe sneller die ijskap smelt, hoe sneller de zeespiegel zal gaan stijgen. In januari vertrekt er weer een expeditie richting de Zuidpool om te onderzoeken wanneer en hoe precies de ijskap op Antarctica is ontstaan.